Dat zijn bandjes. De jongens die het moeten doen. En ik ben benieuwd hoe ze zich gaan presenteren. Zeker in het begin van de wedstrijd. Lestienne. En voor Standaard komt het er natuurlijk op aan om... Maar hij kan voortspelen. Zo heb ik de indruk. Hij draait de bal. Naar binnen gedraaid. En die bal draait zomaar binnen. Is dat een own goal? Of is het Ducent die scoort tegen zijn agent, zal ik maar zeggen? Nee, ik denk dat het een own goal is aan de baas. Goal, ja. Het is Ducent die wel het duel aangaat, maar... Kent moet de kelk tot op de bodem. Kijk eens aan, wie scoort hem dan? Ja, wel een goede hoekschop, hè. Dan het duel in eerste instantie. Het is toch wel de Ducent, denk ik. Met een Gadeu in zijn buurt. Ja, maar het duel wordt daar in eerste instantie gewonnen. Hier, dit duel wordt gewonnen en dan is het inderdaad... De tip van de schoen. Ducent die daarvoor zijn man nog zijn... Nee, het is toch een own goal. Het is toch een own goal. Een Gadeu? Ja. Om dan op die manier een Gadeu een beetje in de problemen te brengen. Terwijl we hier toch een goede mogelijkheid zien voor Gent. Gadeu, kijk, loopt zich helemaal los. Kwam daar goed uit de dekking, richting die eerste paal. Moet je hem niet met zijn rechter nemen, zo? Nee. Tja, want dit is moeilijk, hè. Gadeu, nou die in de gaten. Dat is de sterkste van allemaal. Duwen en trekken. Maar we weten allemaal dat... vele doelpunten uit standaard situaties ontstaan. Laag. Oeh, was dat de bedoeling? En dan moet hij binnen zijn, ja. De goal van Nuno Fortuna. Dat was eigenlijk ook een zeer rare situatie. In eerste instantie wel goed ingestudeerde hoekschot. Dat is duidelijk. Het laag getrapt, hè. Ja, het zit alleen een klein beetje mee bij de verdere zetting, want het was verrassend. Ik denk dat het Gadeu. Ja, dat is duidelijk. Ja. Maar dan, dit is een meevaller van een Gadeu die hem met heel veel geluk vooral doortikt. Ja, Jaremchuk gaat ernaast, hè. Die probeert iets, maar dat lukt niet. En dan Nuno Fortuna, helemaal losgelaten, centrale verdediger. Die zijn allereerste goal voor Agent. Het is vooral door dat doortikken ongelukkig van een Gadeu, goede assist. Ja. Dat Fortuna daar of Nuno helemaal alleen komt te staan voor het doelman. Lestienne, dat is een leuk paasje hoor. Dat is toch de klasse van Lestienne. Dan diep, poging tot diep spelen. En dat lukt. Tapsoba, snel genoeg en dan hard nog. Hè. Goed getrapt. Maar Bolat. Vooral die paas van Lestienne. Kijk eens aan. Maar we gaan er net te laat in vengen. Ja, te laat, ja. Maar we zien nog het schot. Ja, hij heeft een stevig schot. Ja, we zagen het er net ook in de statistieken. Vengt is allemaal, of het is vaak langs die rechterkant bij Agent dat het gebeurt. Daar is hij. Dat is een zeer scherpe hoek. Bodaar kan hem niet klemmen. Die duidelijk een opdracht. Hoog speelt, maar Bukari. Ducent doet het niet goed. En dan met links moet hij trappen, maar Bodaar zit ertussen. En dan komt Castromontes net te laat. Maar knoeien daar van Ducet. Dit is knoeien. Valt tegen en een beetje mee voor Bukari. Die kijkt wel, die kijkt goed. En dit is Gavory. En dan moet hij beter en harder. Nee, het was knap van zowel Bukari. Jaremchuk. De dubbelpaas. Mooi, Jaremchuk kan op snelheid gaan. Zoekt naar zijn rechter en gaat trappen. Laag naast. Maar dit is het betere werk. We zijn nog... Jaremchuk daar het 1-2'tje gevonden met Ojidja tussen twee mensen door. En dan is het heel moeilijk om dan heel kort bij het lichaam nog vol kracht te kunnen zetten. Want die bal probeert het wel. Maar je moet hem kan tippen niet maximaal. Door de hoge druk van Agent. En Vadis die bijna als derde spits speelt bij Agent vaak. Dit is een goede paas van Dors. Vadis moet scoren. Vadis scoort niet, maar hij trapt op Bodaar. Hier zien we nog eens de paas. De doorsteekpaas, de 1-op-1 met de doelman. En dan moet je toch meer doen, Frank. Ja, wat is dat? Moet je hem chippen? Hij moet doen. Het is wel twee nieuwe spitsen bij Standaard. Dit is goed uitverdedigd, valt mee. En de voorbij. Dus zin in de wind. Vadis Ojidja gaat naar zijn linker. Vadis Ojidja op Bodaar. Ja, die beweging was goed. Ja. Een klein dienst in de nek eigenlijk van Jaremchuk. Vadis is ook mee. Daar krijgt hij de bal. Vadis gaat trappen. Ja, hij wil die goal, hè. Ja. Hij wil die goal, hè. Nou, ging het heel snel met de Bukari en deze Ojidja. Hier moet hij trappen, hè. Maar hier, kijk eens, Jaremchuk. Krijgt daar wel ruimte. Frank, je kan hem moeilijk gaan verwijten. Staat daar op een meter of twee van de 16. Ze gaan allemaal naar hem, hè. Dit is Raskin, ook met ruimte. Links Gavory, maar nee, dat wordt dichtgelopen. Nou, dit is goed, vanwege Standaard. En dan Amala. Oeh. Ja, die heeft toorinstinct. Dat weet hij. Ja, toch uithalen en hij gaat het risico wagen om te scoren. En het is eigenlijk niet zo ver naast, hoor. Ik weet niet of het zelf de buitenkant van de paal raakt. Alles in. Daar de balverlies op het middenveld. Ja, Jaremchuk gaat hier nu doen. Stiften hem binnen. Ja,
2-1 voor Agete. Wat een opluchting, wat een ontlading. Roman Jaremchuk. Hier wordt hartje klap gedaan. Maskers worden afgegooid. Ja, maar het is vooral het balverlies. Balverlies op het middenveld, ja. Hè? Ja, zeer zeker. Dat is de achtste toch al hier. Bocadi. Dit is veel te makkelijk. Dit is veel te makkelijk. Torsch is de man die verovert. En uiteraard is het dan moeilijk voor de centrale verdediger, in dit geval Dusen, om nog bij Jaremchuk te geraken. En dit keer is het wel prijs met het killerinstinct, het toorinstinct van Jaremchuk. Wacht op het goede moment. Het is een wisselvallige, maar een goede speler, hè? Jaremchuk. Ja, maar het is vooral Lijfis die aan Lijfis de basis ligt van het weggeven van die bal. Maar dan moet je het nog doen, hè. Ondanks dat snelle tegendoelpunt in het begin van de wedstrijd, die 0-1 na 2 minuten, heeft Gent een hele goede reactie getoond. Het beste van het spel gehad en uiteindelijk ook wel verdiend gewonnen. Het is gedaan, de dubbele vuist en de punten, de drie punten.